En denk ik, hup, wat daar een paar chicken met voor wonen. Ja, toch, hup, een goed gang met u. Maak ze dood, hè? Leerlingen, wat doen we weg, man? Hup, 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 hup. Als je een buurman in je hekel hebt, dan geef je hem gewoon zijn naam en dan ga je hem dood. Eindelijk de rechterweg. Ja, ga nu uitstappen met driehoekje. En dan mensen doodmaken met schiet. En schiet met rondje. Ja. En eerst R1 en dan rondje. Chop, chop. Oh, daar wil iemand jou doodmaken. Kijk uit. Maak hem dood, dan zit je te slaan. Nou, eerst R1. Maar niet zo makkelijk, hè? Zo'n tempo dat je... Eerst dat je, als je loopt en je ziet iemand, dan op R1 druk. Nu weer lopen, waarmee je ook rijdt, waarmee je stuurt. Ja, precies. Dan naar waar de mensen zijn. Ja, je hebt er één dood. Oh. Zeker weten. Oh, je gast heeft van een beuk. Oh, kijk uit, die auto gaat ontploffen. Weg daar. Loop hier. Kijk dan. Ik ben al bijna dood. Ja. Ik zie het. Ja. Driehoekje, bij de fiets. Ja, nu zit je op de fiets. Nu ga je er weer vanaf. Zelfs als met de auto besturen. Nu ben je al aan het schieten op de fiets. Nou, dat is achteruit. Nee, met X. Ga je paddelen. Oh, er is politie, die zit achter jou aan. Kijk uit, wegwezen daar. Hij zit op een motor. Hij zit te schieten op jou. Weg. Oh, mijn bootje.